Ik loop hier bij de Heemsteedse Dreef. Een van de oudste straten van Heemstede. Al sinds vroeger kwamen mensen van het Haarlem naar Heemstede voor de voetbalclub RCA. Vroeger was de voetbalclub het succes van Heemstede. Maar wat zorgt tegenwoordig voor het succes? Het Jaren 30 Huis. Om wat extra wijsheid op te doen over het Jaren 30 Huis, gaan we de bevolking hier op de Binnenweg interviewen. Die moeten het wel weten. Wat kenmerkt een Jaren 30 Huis? Jeetje, oud, rode dakpannen. Moeilijk, ik weet niet. Geen centrale verwarming, geen douche waarschijnlijk. Ik zou het niet weten. Ik heb echt geen idee. Jaren 30 huis. Ik heb geen idee. Nou, daar hebben we niet van gehad. Maar om toch nog wat te weten te komen over het Jaren 30 huis, gaan we langs bij een makelaar. Wie weet er nou meer over het Jaren 30 huis dan degene die ze moet verkopen? Goedemiddag. Hey Quincy. Hoi. Hallo Ivan. Heel leuk dat je er bent. Kom zitten. Ja. Maar wat zijn nou precies de kenmerken van een Jaren 30 huis? Kenmerken van een Jaren 30 huis, dat zijn paneeldeuren, glas- en loodramen, kamer en suite, erker aan de voorkant, marmeren schouw. De Jaren 30 huizen zijn dus erg geliefd. Klopt dat? Heb jij hier veel te koop staan of niet? Ja, over het algemeen zijn dat woningen die heel snel verkocht worden. 30e jaren woningen verkopen zo snel, omdat mensen heel graag willen dat het willen graag in een degelijk huis wonen. Veel van deze Jaren 30 huizen worden tegenwoordig nagebouwd. Zijn deze ook zo'n succes? Het zijn wel succesvolle huizen die nagebouwd zijn van de 30e jaren. Je ziet er ook vaak toch wel weer mee geadverteerd worden. Dat mensen zeggen van die woning heeft veel originele kenmerken uit die 30e jaren. Maar mensen zijn over het algemeen gaan toch het liefste voor de echte 30e jaren woning. Het is natuurlijk ook belangrijk wat de bewoners van zo'n Jaren 30 huis zelf van een huis vinden. We gaan hem nu aanbellen bij zo'n bewoner. Een hele goede middag. Zou u een paar vragen mogen stellen over uw huis? Ja, natuurlijk. Haagveld zeker? Ja, precies. Wij vroegen ons af, dit is een Jaren 30 huis en waarom heeft u dit huis gekozen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik zou zeggen, kijk zelf eens rond en wat vind je er zelf van? Wat mij leuk is gevonden aan dit soort huizen, is de stijl van het bouwen. Dat kun je wel zien, een soort steen. Er zitten heel veel houten in verwerkt. Het zijn over het algemeen hele ruime woningen. Het is veel inhoud, dat vind ik zelf prettig. Het is heel degelijk gebouwd in die tijd. Dus goede materialen zijn er gebruikt. En dat blijft ook heel mooi. Het is allemaal de kenmerken. Het soort steen wat hier gebruikt is, vind ik heel erg mooi. Dus alles bij elkaar. Glas en lood bijvoorbeeld. Dat zijn details die je terug kan vinden in de Jaren 30 woning. Dat alles bij elkaar straalt een bepaalde sfeer uit. En dat heeft geleid tot deze keuze. Oké, dank u wel. Maar heeft u verder ook nog iets veranderd aan het huis zelf? We hebben uiteraard aardig wat dingen veranderd in de loop der tijd. Ja, er zijn toch wel dingen die verouderen, zoals bijvoorbeeld de keuken of de badkamer. Dus die zijn wel gemoderniseerd. Dat zijn toch wel de eisen van de huidige tijd. Een mooie en praktische ligging. Relatief lage prijzen. En kenmerken die zorgen voor een karakteristieke en degelijke uitstraling. Dit trekt mensen aan. Kortom, het succes van Heemstede komt mede door het Jaren 30 huis. Yeah.